Hey allemaal, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen de tweede aflevering van Civilization 5 en deze keer met China. Ik had dus wat dat betreft beter kunnen openen met Ni Hao, maar dat is ook het enige Chinees wat ik ken. We gaan snel verder. We hebben de tweede stad gebouwd. En wat mij betreft gaan we ook snel naar nummer 3. Ik zit ondertussen al even te kijken naar een mogelijke locatie. In ieder geval aan zee, want daar hebben we nog niks. Ik denk dat ik even de rivier hier naar beneden volg, hoewel die hier al lijkt op te houden. Laten we eens even kijken wat dat dan oplevert. Jij mag naar huis healen. We kunnen hierboven nog even kijken. Want dat is ook wel een mooie plek trouwens. Dan hebben we gelijk Venetië een beetje omsingeld. Van 1, 2 en dan eventueel 3 kanten. Het zou mooi zijn. We moeten natuurlijk niet dezelfde fout maken als in de vorige ronde. Dat we te hard van stapel lopen met de oorlog. En dat we volgens iedereen als de oorlog verklaart. Want dan gaat het weer mis. Tenzij we ons natuurlijk vooral op militaire units richten. Dan zou het wel kunnen. Komt gelijk op bezoek. Even een rondje healen. Ah, de scout weer verder. Jij bent klaar. Mooi. Hoe zouden we met ons onderzoek? Nog 4 beurten te gaan. Dan mag je van mij eerst daar naartoe. Laten we vooral samenwerken. Ik heb trouwens besloten mijn filmpjes voortaan iets korter te maken. Ik probeer altijd 20 minuten aan te houden, maar dat loopt dan toch weer een paar minuten uit. En vervolgens zit ik op 25 minuten. Dat maakt het wat lang om het allemaal te kijken voor jullie. En ja, nou kunnen jullie het natuurlijk op pauze zetten en denken, ach, die tweede helft kijk ik een dag later. Maar voor mij zit het ook in de bewerking. Want het is nogal een bak data om te uploaden en met name om in te laden in mijn videoprogramma. Dus ik ga vandaag proberen het een kwartiertje te doen. Het kan best zijn dat ik er over een tijdje dan 2 per dag opzet. Maar ja, jullie kunnen natuurlijk in je eigen tempo alles bekijken. Dus ze worden voortaan ietsjes korter. Maar met een beetje geluk wordt het dan gewoon 2 afleveringen per dag. En dan heb je toch de nodige dosis games te pakken, zou je kunnen zeggen. Ik ga waarschijnlijk ook een tweede spel beginnen op, op dit kanaal. Ben ik even aan het denken welke. En dan heb je dus eventueel 2 series die je kan volgen. Goed, dat daarover bronze working is finished. Dat ging opeens wel heel snel trouwens. Dan ga ik voor het orakel om misschien al een tweede wonder te bouwen. Namelijk het orakel dus, ja. Sorry, ik bedoel dat ik filosofie ga onderzoeken en het orakel dan wil bouwen. Want daarmee krijg ik een gratis culture. Culture policy wel te verstaan. Goed. Het zit vol met rebels, waar ik ook ga. Hey, ik krijg 30 goud. Betekent dat hier nog niemand is geweest. Dan ga ik daar even wat verder rondkijken. Blijkbaar is er al een handelsroute, dat is mooi. Die wordt waarschijnlijk zo meteen wel om zeep geholpen. Unit needs orders. Dit is een mooie plek om een mijn te bouwen. Ik denk dat hij niet in 2 beurten hier kan komen, omdat het moeras is. Het kan zijn dat ze hem kwijtraken. Dus een gokje. Zo. Oh, hij is nu weg. Hij heeft ook niet de trade caravan overgenomen. Prima. Nog meer rebels. 1, 2, 3. Het zit goed vol. Kan ook zijn dat we pech hebben dat we bijvoorbeeld een continent hebben waar... in verhouding weinig computer tegenstanders zitten. En dan heb je dus gewoon in die zin mazzel dat je lekker veel steden kan bouwen zonder dat je mensen in de weg zit. Zeker als Venice je tegenstander is, want je kunt geen settlers bouwen. Het nadeel is dan dat er ook verder niemand is om je van die settlers, van die barbaren af te helpen. Dan moet je het allemaal zelf doen. Op zich een nobele taak. Dan gaan we het gewoon terugdijnen. We moeten gewoon langs de rivier over, dus laten we het dan maar gewoon zo doen. Dit wordt een beetje tricky als je het mij vraagt. Ik trek mij even een klein beetje terug. Volgens mij is hij dan nog steeds binnen schietbereik. Kahemaheha. Right.
Is a threat to the stability of this world? Verklaren we de oorlog, ja of nee? Ik heb geen idee. Oh ja, wacht, dat is die... Ja, dat is Polynesië, dus die jongens die al snel over het water kunnen bewegen. Ik weet niet eens waar die zit, dus ik kan je ook niet helpen. Ik heb trouwens ook maar één soldaat. Dus lijkt me überhaupt niet handig. Hij zal wel ongeveer hier ergens zitten. Take it on. Hey! Was dat een olifant? Yes, sir. Ik weet nu al waar mijn tweede stad gaat komen. Die gaat hier komen. Olifant, ijzer aan de rivier, maar ook weer woestijn. Dat levert ons dus weer faith op. Dat lijkt me wat dat betreft echt een topplek. En daar zit zowaar de man waar wij naar op zoek waren. Althans, als we oorlog zouden willen. Even op de berg. Dan kan ik hier een mooi rondje omheen lopen. Ormus en Polynesië zijn vrienden. En de Sinaïberg. De berg waar volgens de verhalen God de 10 geboden aan Mozes zou hebben gegeven. Daar dus. En de storage is van ons. Dat geeft ons plus 8. Faith. Production. Ja, de verleiding is wel heel groot om ook de piramides te bouwen in dit geval. Of pakken we toch een settler? Ik neig toch voor de settler. Piramides zijn heel leuk, want je kan dus heel veel... Je krijgt workers, gratis. En in die zin, als je twee workers bouwt, ben je 24 beurten kwijt. Doe je het zo, ben je er iets meer kwijt. Maar heb je ook nog dat die workers super snel werken. Ja, het is een... Echt een van de beste wonders om te hebben. Maar later in het spel heb je er niet zoveel aan. Omdat je dan... hoe zal ik het zeggen? Dan zijn je workers toch klaar met werk. Want dan is alles wel gebouwd. Dus dat gezegd hebbende ga ik toch voor de settler. Dan kan ik daarna het orakel bouwen. Ook kunnen doen is... Ja, nee. Zo is goed. Next turn. Ik moet trouwens wel even de plantages gaan regelen. Mag ik natuurlijk niet door jouw gebied. Ik denk ook niet dat jij de technologie hebt. Nee. Oh, jij hebt blijkbaar oorlog met de city state. Oké. Ik laat hem even healen. Jij kan ook een mijn bouwen. Volgende beurt. Is het misschien handig om juist die twee dingetjes vast te pakken? Waar de unit nu staat. Is op zich ook een mooie plek voor een stad. Althans, er is woestijn, er zijn bergen. Sinaï pak je mee. Die is wel heel ver. Aan de andere kant krijg je hier wel weer wierook. Ik zie dat hier nog iets moois ligt. Ja, dit zou ook een mooie plek kunnen zijn. Bergen, graan. Die komt dan 1, 2, 3, 4. Komt er op termijn ook bij. Bossen nog. Kan niet erg, zo maar te zeggen. Extra production. En dan krijgen we zo meteen bij de volgende stap de gratis settler. Dus dan hebben we er dadelijk waarschijnlijk al 2. 1 die we bouwen en 1 die we gratis krijgen. Hier komt wat mij betreft een shrine. En dan kan je hier eventueel de pyramids bouwen. Sorry. Ja, ik laat de shrine even zitten. Dan krijg je toch genoeg vee via de woestijnstukjes. Hey! Leuk! Ik ben Willem van Oranje. Stadhouder over de Nederlanden. Behoeft gij iets? Mij staat nog veel te doen. Kijk, deze man verstaan we wel. Als geen ander. Willem van Oranje. We spelen dus tegen... Of met, ligt eraan hoe het spel gaat verlopen, met de Nederlanders. En je hoort dus echt dat elk volk wat je tegenkomt ook echt zijn eigen taal spreekt. Kijk, een Engelsman of een Duitser die dit spel speelt. En ja, die hoort dus ook wat Willem van Oranje zojuist zei. En die heeft dus geen idee wat hij zegt. Maar goed, uiteraard staat de vertaling er wel onder. Ja? Ambassades uitwisselen. Uitstekend. Mooi. Ik hoor.
Jij hoort, heel goed. Hij zal nog wel geen vriendschap willen sluiten. Nee. Ik moet weigeren. Oeh, hij slaat op zijn boek. Oké, Rotterdam. Dat is wel balen, want ik wou hier dus die stad bouwen. Dan moet ik hem iets hoger leggen. In ieder geval dat ivoor meepakken. Op zich helemaal niet erg. Des te meer reden om hier snel die settler te bouwen. Dan kunnen we Nederland een beetje afblokken. Oh, hieronder wordt het druk. Rotterdam is volgens mij de tweede of de derde stad die de Nederlanders meestal bouwen. De eerste is uiteraard Amsterdam. Daarna komt volgens mij Utrecht en dan Rotterdam. Novgorod is denk ik de tweede of derde stad van de Russen. Dus hier zit het waarschijnlijk stampvol. Zitten wij daar nog redelijk vanaf. Maar hierboven zit dus geen andere. Dat verklaart al die rebel camps hier dus. En daarover gesproken is het tijd dat hij een beetje terughobbelt. Want we wouden ons militair een beetje voorbereiden, maar we lopen dus nog steeds met deze ene knakker. We hebben verder geen enkele verdediging. Dus mocht hier een rebel komen, dan kan hij alles vernietigen. Dan kunnen wij daar niets aan doen. Oké, eerst chocola. Of eerst specerijen. Ik ga voor de chocola. En jij gaat langzaam terug naar huis. Plantage. Vier beurtjes en dan is het klaar. Mooi. Anderen hebben nu pas een Pantheon. Hebben nu dus pas 20 faith bij elkaar gesprokkeld. Terwijl wij, denk ik. Dat is trouwens raar dat hij niet opkomt. Want wij zouden nu genoeg moeten hebben voor de Great Prophet. We hebben 300. Maar hij komt niet. Het is altijd een beetje random chance dat hij vanaf 300 komt. Maar ja, het zou wel mooi zijn. Ah, nou. Daar is hij. En dan denk ik dat we de eerste zijn. Found religion. Daar gaan we. Wat wordt het? Boeddhistisch, katholiek, Confucius, Hindoeïsme, Islamitisch, Joods, Orthodox, zijn we al een keer geweest, Protestant, Shinto, ken ik persoonlijk niet, Sikh, Taoïsme, Tengriïsme of iets Afrikaans. Het maakt in principe geen fluit uit. Het gaat vooral om het plaatje. Want we kunnen het elke naam geven die we willen. Maar we spelen met China. Dus dan ligt Confucius wel wat meer voor de hand. We hebben dus al de bonus van de desert. Verder kunnen we dus echt kiezen wat we willen. Want de rest ja, heeft gewoon pech wat dat betreft. Wij kunnen kiezen voor plus 1 happiness voor elke twee steden die het geloof volgen. Dat is de timer. Ik ga hem heel snel afronden zodat het niet gelijk uitloopt. We kunnen geld vragen. Per volger of gewoon 100 als we een stad bekeren. We kunnen science vragen. Dat doe ik meestal. Extra influence met city states. Nou, die zitten er niet zoveel waar we zitten. Extra happiness, extra faith. 1 goud per 4 volgers of culture. Ik ga voor science bij het bekeren van anderen. En de tweede bonus is de kathedraal. Levert extra faith op, extra cultuur en extra happiness. En we kunnen daar ook kunstwerken in kwijt. En dat is vooral later in het spel. Heel belangrijk voor toerisme. Kijk, normaal hadden we nu al een bonus kunnen pakken. Dus dan hadden we ook nog een ander gebouwtje kunnen nemen. Dat gaat nu niet lukken, helaas. Maar als we heel snel meer geloof produceren. Dan hebben we nog een Great Prophet. We hebben helaas wel 450 nodig. Dan kunnen we ons geloof upgraden. En als we geluk hebben, dan zijn er nog een paar bonussen beschikbaar. En kunnen we die ook pakken. Goed. Dat gezegd hebbende gaat hij langzaam naar boven. Kan hij naar beneden afzakken. Ik denk dat dit nog steeds een hele mooie locatie is. Met deze ook. Misschien moeten we hem iets verder wegleggen. En dan er straks ertussenin weer iets anders bouwen. En dan heb je natuurlijk kans dat die Nederlanders hetzelfde doen. Ik vind deze ook wel heel prettig. Redelijk beschermd. Want van die en die plek kunnen we niet aangevallen worden. Bergen.
heel veel van dit. Wat dat betreft is die ook mooi, maar zitten wat minder berg. Dus ik leg hem echt hier pal tegen die berg aan. Goed. Dan kan hij dat daar gelijk gaan verdedigen. Kan hij hem een beetje tegemoet lopen. En daarmee sluiten we deze episode, wat mij betreft, af. Ik vond hem heel leuk. Ik heb echt weer zin om hiermee verder te gaan. Een goede map, we kunnen nog alle kanten op. Tegenstanders kunnen ook nog alle kanten op. Dus genoeg te doen en heel graag tot de volgende keer.